Lekker! Ik denk dat jullie wel begrepen wat hij bedoelt zeggen. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag hebben wij een hele leuke video voor jullie. Yes! Wij gaan namelijk dingen laten zien. En jullie lopen best over Deborah, Eli en Mias. Dat jij van de wasstraat houdt, dat weet iedereen. Dat weet iedereen al. Maar dingen die ze nog niet wisten. Ja. Zoals... Mimi. Laten we beginnen met jou. Dat Mias altijd heel leuk en lief overkomt. Is die ook. Maar wisten jullie ook dat hij heel goed kan huilen en zeuren? Daar hebben we een hele mooie communicatie van gemaakt in een TikTok. Die gaan we jullie nu even laten zien. Volg Jos trouwens niet op TikTok. Ga dat zeker even doen. Ik zet even een link hieronder in de omschrijving. Dan gaan we jullie nu het volgende beetje laten zien. En daarvoor gaat Mias op tafel. Wat wisten jullie dat? Mias ervan houdt om een feestje te vieren op tafel. En dan doet hij zijn move. En dan zeggen we... Feestje! Dat is het ding. Dit is een danstafel. Hopen we allemaal goed gaat. Dat moet goed rijden. Hey, pas op. Ik vind het zo gevaarlijk. Billy, pas op. Nee, genoeg, stop. Party animal, Bibi. Hey, Bibi, laat je moeder met rust. Stop, hou het tegen. Beveiliging. Het volgende weetje heeft te maken met Deborah. Dan zitten we even allemaal klaar voor wat. Wisten jullie dat Deborah een geheim TikTok-account heeft? Tenminste, dat wisten jullie niet. Maar we gaan jullie wel eventjes een aantal van die geheime TikToks laten zien. Daar komt ie! Oh, jullie hebben de hoofden gewisseld. Okay, dus Mias zijn hoofd zit op het lichaam van Deborah net andersom. Oh, yeah. Hey. Oké. Okay. De volgende is ook echt super schattig. What do you like about Gordon? Helemaal zelf gedaan. Heel erg leuk, hè? Oké, let op wat er gaat gebeuren. Oeh, Demi! Oh, hier is Mias met een filtertje in de tuin. Hey. Zo heeft hij er nog veel meer, maar die houden we gewoon geheim. Volgende weetje gaat over Eli. Hij heeft al zijn melktandjes nog. Maar er zit er wel eentje los. Laat eens even zien hier. Zijn voortandje. En die ga ik er nu uittrekken. Dat ga ik niet echt doen. Maar het moment is er wel bijna. Je kan het trouwens wel proberen met een touwtje. Zullen we dat gaan proberen? Ja! Oké, dat gaan we doen. Dat is aan het voelen. Ja, hij moet dan wel echt los. Ja, anders moet als... Even de test doen. Even voelen. Ik vind het wel heel stoer. Dit had Deborah nooit toegelaten. Hij zit nog iets te strak. Ja. En dat is ook een beetje trouwens. En het verschil, Deborah mocht er nooit aan zitten. Maar bij hem, hij is wel een wikkeltje. Wat zeg jij? Je tand eruit trekken. Nee, we gaan gewoon wachten. Binnenkort als gaan we eruit. Als het losser zit. Oh, nee, dat kan... Dat had jij dus nooit gezegd, hè? Wisten jullie dat Deborah en Ile alles als wedstrijdje zien? En ze willen altijd de beste zijn. Dat gaan we jullie zo laten zien. Dat gaan we namelijk doen met deze Rhino Wave auto. Dit is een afstandsbestuurbare auto. En wat heel erg vet is, is dat deze auto over land, maar ook over water kan rijden. Hij heeft mega grote banden zoals jullie kunnen zien. Hij kan over alle ondergronden rijden en hij kan echt alle obstakels aan. Deze auto is ook uitgekozen tot speelgoed van het jaar. Ik zeg tijd voor een wedstrijdje. Eerst even tijd voor een belangrijke vraag. Mias, wie denk jij dat er gaat winnen? Deborah of Eli? Debbie, hij heeft gekozen voor Deborah. We gaan er zo achter komen. Kijk om even spinnen. Mias gaat helemaal los. Het wordt denk ik een hele spannende wedstrijd. Okay, het is tijd voor de wedstrijd. We gaan een parcours doen. De parcours gaat als volgt. We gaan van hier, gaan we rechtdoor rijden. Gaan we hier over de ruige weg heen. Rijden we door open plas water. Maak je zo'n rondje via daar. Kom je terug bij Esra. De eerste persoon die terug is, die heeft gewonnen. Oké, 3, 2, 1, go! Oh. Ja. Wie gaat er winnen? Eli versus Debbie. Oh. Kijk wie er zelfs het water heen gaat. Kijk, Debbie die gaat voor. Eli die gaat erachteraan. Oh,
Yo! Het wordt spannend, dat heet toch Debbie? Debbie pakt de finish! Het is Debbie! Ja. Ilek komt ook! Oké, die jongens zijn nog even lekker een beetje aan het rijden door deze plas water. Maar daarachter heb je een hele grote plas water, een meertje. We gaan eens even kijken hoe ze het op het water doen. Oké, we zijn aangekomen bij het water. Ze staan er klaar voor. En zoals jullie kunnen zien hebben ze hier achter van die speciale motor of in het water. Hij heeft een twin turbo. Hij kan drijven en varen over het water. Zijn we er klaar voor, jongens? 3, 2, 1, go! Daar gaan ze! Ze gaan gewoon! Ze zijn allebei in het water! En het gaat gewoon goed! Zeg maar doei! Kijk, ze gaan! Oké, is goed. Wow. Kijk dit. Dit is toch super vet. Kijk dit. Zo goed. Het sturen gaat trouwens ook heel makkelijk. Ik kan gewoon naar voor en achter en naar links en rechts. En kijk eens even aan. Daar komen ze weer aan. Ze doen het gewoon hartstikke goed op het water. Hoe vet is dit? Wisten jullie dat? Mia is altijd de eten bij iemand anders afpakt. Ik heb een lekkere rijstwaal voor hem gemaakt. En ik heb er eentje voor mij. Maar moeten jullie opletten wat gebeurt als ik even mijn eten hier neerleg? Ik ga even naar de wc toe, Mia's. Afblijven, ja? Die pakken. Hij eet. Kijk, kleine boef. Kom hier, nee, met mij eten. Ja, altijd wil hij eten van de ander. Want zijn eten is niet genoeg. Wisten jullie dat als Mia's heel graag iets wil en een bevestiging wil, zegt hij tegen ons, jullie moeten dit zeggen. Dus bijvoorbeeld, als hij zegt, ik wil naar de autowasstraat, dan zegt hij, mama, autowas zeggen. Mama, zeggen. Wat moet ik zeggen? Zeggen. Wat moet ik zeggen? Jij zeggen. Oh, autowas. Ja. Oh, oké, dat bedoel ik. En zo gaat het door net zo lang totdat je het hebt gezegd. Het volgende weetje gaat over Debran. Want wisten jullie dat Debran nooit de wc beneden gebruikt? En vertel eens Debran, kijk eens, waarom doe jij dat niet? Ben je bang voor spinnen? Maar wie zegt dat er spinnen zitten dan? Ik zie helemaal geen spinnen hier. Ik heb dat een spin op mijn zeef. Hij viel bijna eentje op mijn hoofd. Eén keer heeft hij bijna een spin op zijn hoofd gehad. Oké, Debran. Zo bang is hij dus. En dat is ook mijn volgende beetje. Debran is super bang voor spinnen. En Ina eigenlijk niet. Want Ina gaat hier gewoon naar de wc. Hij is echt mega bang voor spinnen. Eén keer kijken. Nee. Kom. Want er is hier helemaal geen eens meer. Oh, als je niet vraagt, leg gewoon heel veel doekje bij de zeepbal. Ga gewoon naar boven. Wisten jullie dat Eli helemaal zelf een cappuccino kan zetten? Dat doet hij eigenlijk elke dag voor mij. Laat maar even zien hoe jij helemaal zelf een cappuccino gaat maken. Eerst de melk schudden. Oké, tijd om de melk erin te doen. Maar hij moet precies op het juiste schepen de hoeveelheid melk erin doen. En dat doet hij heel goed. En dan zeggen we koffie. Oké, de koffie is klaar. Ilay gaat nu melk opschuimen. Dan moet je even goed hier kijken wat er gebeurt. Melk is klaar. Koffie. Koffie. En dan melk. Maar wat Ilay ook vaak doet en lukt, is een mooi figuurtje maken. Even kijken wat we vandaag gaan maken. Even schoonmaken. Zo, oké, gaat die melk erin doen. Oh. En wat ga je vandaag maken? Hartje. Een hartje, kijk! Cappuccino met een hartje. Bij mij moet je opletten. Wist jullie dat op het moment dat ik koffie krijg, het eerste wat hij doet? Ik denk eigenlijk dat hij het maakt vanwege de koekjes die hij heeft. Dat denk ik ook. Jij mag een koekje, dat weet jij heel goed. En dan komen zij er meestal ook snel aangelopen voor het koekje. Kijk maar. Kijk hem rennen. Oh, Mia's. Wist jullie dat Mia's tegenwoordig heel veel van snoepjes houdt? Maar jij mag het niet altijd. Alleen met feestjes. Nee.
ze ook niet heel veel soepjes maken. Ja! Dat is ook weer regel in huis. Wist u dat Mia's nog niet weet wat ik het niet ga afpakken? Ja, maar soepje. Ja, maar een koekje. Geen soepje. Dat is de regel. We zijn even naar buiten gegaan voor het volgende weetje. Wat ja. Wisten jullie dat? Terwijl Eli en Mia super gek zijn op vuurwerk en gewoon alle drie totaal niet bang zijn. Ik wil vuurwerk. Ik hoorde het zo. Het is tijd om het vuurwerk aan te steken. Eli gaat hem even aansteken. Dat duurt soms even. Ja! Oké. Aan de kant, aan de kant. Achter. Heel ver afstand. Oké, Eli, gaan we nog eentje doen? Wel goed erin gooien. 1, 2. Hoppakee, oude naast. Het volgende weetje gaat over Mias. En die is zich aan het klaarmaken om naar bed te gaan. Maar zoals jullie kunnen zien heeft hij hier wat in zijn handen. Hij heeft hier een Pikachu in zijn handen. En Mias neemt altijd iets mee naar bed om bij hem te leggen tijdens het slapen gaan. Dat kan een autootje zijn, dat kan dus een Pikachu zijn. En laatst had hij in ieder geval een muziekinstrument in zijn handen zoals jullie nu in beeld zien. Het kan dus van alles zijn, maar Mias wil dus heel graag een speeltje bij zich hebben tijdens het slapen. Over slaap gesproken ga je nu zo meteen nog een beetje laten zien. Maar eerst is het weer tijd voor een... feestje! Maar eigenlijk, Mias, het feestje is afgelopen. We gaan naar bed toe. Je wist waarschijnlijk al dat Mias bij ons op de kamer slaapt. Maar wisten jullie dat Mias tegenwoordig uit zijn bedje kruipt om vervolgens bij ons in bed te gaan liggen? Laat eens even zien hoe jij dat doet, Mias. Met zijn slaapzak klimt hij gewoon zo op. En dat doet hij elke keer. Over, hij blijft wel alleen een beetje hangen. We geven even een klein zetje. Hoppa. En zo ligt hij op magische wijze elke dag weer bij ons in bed. We hebben mama liggen. En papa ook? Ja. Oh ja, ook een heel leuk beetje over Eli. Als Eli zijn tanden poetst, dan hoor je hem altijd zingen. Moet je horen. Eli houdt dus super veel van gamen, dat wisten jullie natuurlijk al. Maar een ander weetje over het game is dat ze ook echt mega goed zijn. Vooral in Fortnite. Ja, niet dat normaal. Ze maken echt ontzettend veel kills en overwinningen. Daar hebben we wel wat beelden van, die ga ik jullie even laten zien. Tot de boven. Kom, Debbie. Waar is hij? Hij is hier achter. Hij is hier. Pak hem. Ja! Hoeveel kills nou? Oké. 15! Man. Ik heb een 6. Ik heb 11. Je hebt 11 en hoeveel kills heb jij? 11. Oh! 2. Kijk! Wat heb jij nou? What? Ja, daar zitten de echte gamers. Terwijl zij hier lekker verder gaan gamen op de achtergrond, ga ik bij deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie wat leuke nieuwe dingen te weten zijn gekomen over jongens. En dan zou ik zeggen, abonneer en tot de volgende keer. Doei!